Dit is het appartementencomplex waar wij wonen. Met heel fijne bewoners, waar wij het heel fijn mee hebben. Behalve één meneer, en die woont daar op de derde verdieping. Met de plantjes. Die verpest het hier voor iedereen. Dit appartement stond ons enorm goed aan. Maar sinds dat de buren hier zijn komen wonen, is het niet best. Die buurman die vindt het leuk om de mensen te slaan, te schelden, te bedreigen. Hij spoort gewoon niet. Ik vind ze asociaal. Het zijn mensen van een zeer laag kaliber, laat ik het zo zeggen. Hij heeft me uitgescholden voor kampkut. Teringwijf, teringhoer, stinkkut. Het zijn gewoon gemene, valse beschuldigingen. Meneer Jans heeft ook gezegd tegen mij dat hij de hond een doodschop zou geven. Ik heb in al die 7 jaar nog nooit iemand met één vinger aangeraakt. Ik hang de vlag uit als meneer Jansen vertrekt. Ik zit wel met mijn handen, maar niet in mijn arm. Die heb ik geen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik heb toch al een boel meegemaakt in dit programma. Maar wat ik hier allemaal zag en vooral hoorde, dat sloeg echt alles. De beide buren hadden eigenlijk nog nooit een fatsoenlijk gesprek met elkaar gevoerd. En dus besloot ik, misschien wel een beetje tegen beter weten in, om nog een laatste ultieme poging te doen. Daar staan we dan. Ik heb eigenlijk begrepen van jullie jongens dat het tot nu toe nog nooit fatsoenlijk met elkaar gesproken is. Klopt. Er is eigenlijk alleen maar gemopperd. Nou, niet alleen mopperd, maar ook haat. En hoe is dat gekomen, denk jij? Door jou. Nee, door jou. Ik ben een kutwijf. Ik ben een kampkut. Echt wel. Een seconde. Dit is exemplarisch voor hoe jullie met elkaar omgaan. Jij bent een dreiger. En als je hun begint een keer te bedreigen, dan kom ik uit mijn laag. Smeerlap ben. Dat doet feestwijf. Als jij hem nog één keer over de grond durft te gooien, heb je met mij een probleem. Maar jullie zijn zelf ook niet heel... Nee, jullie beginnen zelf ook met schreeuwen. Dus je kan nu niet zeggen, het is allemaal de schuld van Peter. Want jullie waren ook heel erg aan het schreeuwen. Wie is hier zo aan het schreeuwen? Iedereen. Moet je even dimmen. Wat een volkstoneel zeg. Misschien is het goed dat jij even je oor te luisteren gaat leggen bij mensen die niet schreeuwen. En dan ga ik met de partijen eerst eens naar de woning van Peter. En dan gaan we daar even kijken wat er allemaal daar gebeurt. We gaan nu het incident met wat die kleurstof doet. Ik kwam aanlopen. Ja. En toen? Meneer maakt niet open. Wel 3 keer aan. Ja. De deur gaat open op een kiertje. Maar ik kom met een volle vuist op mijn gezicht af. Geliefd het baas, jongen. Je zou met een vuist... Zal ik eens zeggen wat er gebeurd is? Ja, kom op. Vuile leugenaar, denk ik. Ja, je bent een leugenaar. Nee, nee, dat heeft u niet gezegd op dat ogenblik. Ja, dat zou geen doen, hè. Gaan we nu naar het volgende incident bij de lift. Zo. Ja, ik zie al de resten. Maar wat is er op die dag gebeurd? Hé, jongen, ik ga nou ook niet zeggen dat het niet waar is, hè. Je bent er een hulp. Dan moet je dat verdomme horen. Hé, nou weg. Spachtelijk. Zo. Ja, hier, daar word ik pisselink van, mijn zakelijke beschuldiging van hem. Jong, deze kant op en naar huis. Nu. Ja, dat vind ik prima. Naar huis. Aan de kant. Maf, Kees. Jong, je bent gewoon echt een normaal man. Nee, dat weet ik. Nee, het wordt tijd dat ik opgenomen word. Ja. Ik heb het allemaal gezien hier en ook gehoord. En dan gaan we nu naar de hoorzitting toe. En dan gaan we de zaak bespreken. En dan komt er vandaag nog een oplossing. Na heel veel lawaai en rondvliegende bloempotten stond één ding als een paal boven water. Deze burenruzie vroeg om een hele duidelijke uitspraak. Uitspraak in de zaak tussen Ellie, Jan en John tegen Peter en Usha. Volstrekt duidelijk is dat hier geen sprake meer is van een gewone burenruzie, maar van een explosieve situatie waarin, naar mijn oordeel, vooral Peter is geweest die dat, misschien onbewust, maar wel heeft uitgelokt door een, ja, ik zou zeggen, een giftig patroon van bemoeizuchtig, agressief en asociaal gedrag richting zijn omgeving. Maar het gaat hier om woonrecht. Een belangrijk mensenrecht. En voordat je dat iemand afneemt, moet voldaan zijn aan allerlei procedurele voorwaarden. En ik vind dat ik in mijn positie op dit ogenblik, na een dagje bij u op bezoek, dat dat een te verstrekkende beslissing is die ik niet mag nemen. Maar dat betekent wel dat de bal nu bij de verhuurder ligt. Die moet alles op alles zetten om partij uit elkaar te halen en om Peter te laten verhuizen, liefst vrijwillig, desnoods via een
Nieuwe procedure, maar dit keer bij de kantonrechter met getuigenverhoor. Om verdere escalatie te voorkomen, zal ik daarom een aantal spelregels aan u opleggen. Om te beginnen wordt het John verboden zich op de galerij aan de kant van Peter en Usha te bevinden. Omgekeerd wil ik Peter niet meer zien op de galerij aan de kant van John. Ellie en Jan mogen natuurlijk wel langs de woning van Peter en Usha blijven lopen. Ze moeten tenslotte naar de lift. Overigens wordt alle partijen in deze zaak verboden om op welke manier dan ook te schelden, te dreigen of ander agressief gedrag te vertonen richting tegenpartij. Is dat vrijblijvend? Nee, want op overtreding van al het voorgaande wordt een boete gesteld van 100 euro per keer met een maximum van 10.000. Bij fysiek geweld zal ik die boete stellen op 2.000 euro met een maximum van 20.000. Dus handjes laten wapperen is heel duur. Dan kom ik tenslotte toe aan de over en weer gevorderde schadevergoeding. Bewezen is dat zowel Ellie als John Peter met kleurstof hebben besmeurd. De daardoor veroorzaakte schade moeten ze daarom vergoeden. De materiële schade, die stel ik op nihil. Immateriële schade, smartengeld, die is er wel. Daarom zal ik het smartengeld door Ellie te betalen stellen op 100 euro. En voor John ook. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Zo, daar zijn we dan weer. Terug in Helmond. Ik krijg het bijna weer Spaans benauwd als ik hier weer sta. Want dit was toch echt wel een van de heftigste zaken uit de geschiedenis van ons programma. Het speelde zich hier allemaal af, boven op de galerij. Want Jan en Ellie en hun buurman John, die hadden enorme ruzie met een andere buurman en zijn vrouw, Peter en Usha. Want Peter gedroeg zich als de grote boeman van dit complex. Maar goed, meester Visser oordeelde uiteindelijk dat het echt voor iedereen het beste zou zijn als Peter en Usha zouden gaan verhuizen. Ik ben ontzettend benieuwd of dat inmiddels gebeurd is. Ik ga eerst een kopje koffie drinken bij John, Ellie en Jan. Want we hebben afgesproken dit keer in het huis van John, want die mag natuurlijk niet meer op de galerij komen bij Ellie en Jan. Hey, hallo. Hi. John. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoe is het? Goed. Ja? Goed je weer te zien. Ja. Mag ik binnenkomen? Van mij gerust. Dankjewel. Ja, mag dat van jou ook, ouwe rover? Hey. Hupsakee. Kijk. Geweldig. Ellie en Jan. Hallo. Hallo. Hey, goedemorgen. Ja. Zal ik daar gaan zitten? Ja. Op de bank? Och, ik zie mergpijpen. Jullie hebben op me gerekend. In ieder geval goed om jullie weer eventjes te zien. Ja. Ik heb nog vaker jullie gedacht. Ja, snap ik. Het was een heftige uitzending. Ben je er zelf ook van geschrokken? Ja, behoorlijk. Anderhalf jaar emotie kwam eruit. Ja. Ja. Maar hoe is de situatie nu? De situatie is nog eigenlijk hetzelfde. Peter blijft naar binnen, maar hij stuurt zijn vrouw achter ons aan. Dat meen je niet? Ja. Maar hij komt zelf dus niet meer buiten, dit zeg je? Ja. Maar op dit moment is het dus wel, wat hem betreft, iets rustiger. Ja. Hebben jullie je gehouden tot nu toe aan de uitspraak van meester Visser? Ja, ik zweer het. Want jij, ik vroeg het je net al, bent niet meer aan die kant geweest? Nee. Dus jullie zitten altijd hier wel lekker eigenlijk. Ja, nou, met die mergpijpen van John. Nee. Ja. Destijds, jongens, zat de stress heel erg hoog, hè? Dat hebben we allemaal gezien. Ja. Ik heb geen zin meer om jou in de jongen, ga je liefst naar baas. Ja. Nee, dat doet het wel. De grote schoft, daar ben ik. Ja, dat is een donderdag, viswijf. Ik ben er klaar. Ik trek dat echt niet. Maar je maakt jezelf ook heel druk, hè, Ellie? Ja, maar dat komt door zijn toe. Dus. Hoe is het nu met de stressniveaus? Want jullie moeten natuurlijk vrijwel dagelijks langs het appartement van Peter en Usha. Hoe gaat dat? Nou, dan zet ik mijn telefoon aan en film ik. Elke keer? Elke keer. En waarom doe je dat? Voor het geval dat er iets gebeurt. Dus daar ben je nog steeds bang voor? Ja, daar ben ik nog steeds bang voor. Want ontploft hij weer. Maar ik heb een klein beetje het gevoel, er is tot nu toe eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Nee. Hij laat zich niet zien. Nee. Maar jullie zijn eigenlijk vooral bang voor wat er misschien nog wel gaat komen. Ja, ja. Want zo is het hier altijd geweest. Dus jullie hebben een beetje een trauma uit het verleden en je durft niet te vertrouwen op de toekomst. Nee, nooit. Dat zal ook nooit gebeuren. Nee. Maar dat moet je toch proberen. Nee. Hij moet gewoon niet. Ik zet mijn telefoon aan. Nou, net zolang tot je weg is. Want even voor de duidelijkheid, meester Visser had als dringend advies gegeven aan Peter en Usha. Ik denk dat het beste is dat jullie gaan verhuizen. Dat was een advies aan de woningbouw. Want jullie hebben nu weer een zaak aangespannen. Wij hebben de woningbouw gedagvaard. En Peter Jansen. En toen heeft ondertussen de woningbouw ook nog Peter Jansen gedagvaard.
Oké, okay, en allemaal met als doel om Peter en Usha te laten verhuizen. Ja. Daar hangt een heleboel van af, hè, jongens. Stel nou dat die rechter beslist dat zij hier mogen blijven wonen. Ja, dan gaan we een hoger beroep. Hoger beroep? Ja. En anders verhuizen? Ja. Ik heb hier geen zin om te blijven zitten, want ik weet dat het naar de hand gegarandeerd uit de hand gaat lopen. Ja, er komt problemen aan. Ja. Spannend. Ja, spannend, ja. Zeker spannend, ja. Hè? Ik ben toch blij, jongens, dat ik nu tegenover jullie zit en dat er ook nog af en toe een glimlach is. Jawel. Ja. En dat ik hoor dat hij zich in ieder geval op dit moment gedijst houdt. Het vertrouwen is broos, dat merk ik. Maar probeer een klein beetje vertrouwen te hebben in de toekomst. Voordat ik wegga, heb ik voor jullie allebei nog een heel leuk toepasselijk cadeautje. Loop of rol even met me mee naar de voordeur. Zo, kom verder. Ja. Ja. Want er moet gekozen worden, jongens. Ik heb dus hartstikke leuk deze. Ja. Home Sweet Home, heel lekker dun modelletje. Ja. Met bloemetjes. Ja. Gaat jarenlang mee. Ook heel goed tegen vochtige buien en toestanden. En dan heb ik ook nog de ouderwetse kokosmat. Ja. Ja. Ja, vind ik echt wel, vind, staat eigenlijk Ellie op. Ja, pittige mat voor een pittig vrouwtje. Pittige mat voor pittig vrouwtje. Ja. Met andere woorden, de keuze is gemaakt. Ja, ja. Ellie en Jan gaan voor de happy place. En dan ga jij met je vrouw uiteraard voor de home sweet home. Ja, dankjewel. Dankjewel. Beste jongens. Doei. Doei. Nou, het goede nieuws is dat het een heel stuk rustiger is dan de vorige keer. Het slechte nieuws is natuurlijk dat Peter en Usha er nog altijd wonen. En zolang dat zo is, zal het hier, vrees ik, nooit echt rustig worden. Ik had natuurlijk ook heel graag hun kant van het verhaal willen horen, maar zij hebben ervoor gekozen om niet meer mee te werken aan ons programma. Dat respecteer ik. Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan. Dus op naar de volgende zaak.